en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over make-up en andere soort producten die ik heb opgemaakt. Ik heb hier verschillende beauty producten. Ik heb make-up, ik heb skincare, ik heb iets voor het lichaam en ik heb het helemaal opgemaakt. En ik ga jullie vandaag vertellen wat ik van al deze producten vind. Ik heb zo'n soort video al één keer gemaakt hier op mijn kanaal en jullie vonden die video heel leuk. Dus ik dacht, ik maak een deel 2. Dus ik heb weer een aantal producten opgespaard en ik ga jullie vandaag vertellen wat ik ervan vind, want dat ik iets op heb gemaakt betekent niet dat ik het goed vond. Dus vandaag ga ik jullie weer een aantal producten aansmeren. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Lekker kletsen over producten. Pak er iets lekkers bij. Iets te eten, iets te drinken. Kom lekker genieten hier samen met mij. Geniet lekker van de video. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Wat vinden we vandaag van mijn rode Spaanse vibe? Ik dacht, ik heb een hele neutrale achtergrond. Dus ik ga lekker voor een fel kleurtje. Ik ben lekker gaan voor rood. Op mijn lippen heb ik deze matte liquid lipstick op van MAC. Van de Cruella collectie. Dit is de kleur Mayhem of zoiets. Dit is echt de fijnste matte liquid lipstick ever. Ik heb geen fijnere dan deze. I love it. En het is ook echt een prachtige rode kleur die echt de hele dag goed blijft zitten. Dus ik raad deze lipstick echt aan. Ik heb ook een hele video gemaakt over de MAC Cruella collectie. Dus daar zien we hem ook in actie. Maar goed, we hebben het vandaag niet over mijn lipstick. We gaan het vandaag hebben over al deze make-up producten die hierin zitten. Of ja, make-up. Een aantal zijn skincare. Ik ga beginnen met een lip scrub. Dit is de Jeffree Star x Shane Dawson Velour Lip Scrub in de geur Diet Root Beer. Dit is dus gewoon een lip scrub. Ik vond hem echt super fijn. Ik vond alleen de geur echt vreselijk. Maar zoals je kunt zien heb ik hem helemaal opgemaakt. Er zit echt letterlijk echt gewoon bijna niks meer in gewoon. Ik vond hem echt heel erg fijn. Alleen de geur vond ik echt vreselijk. Deze heb ik niet gekocht. Deze had ik ontvangen in een mystery box. Maar de geur... Het is echt letterlijk cola. En dat is niet bepaald een geur waarvan ik denk, die wil ik elke dag ruiken. Toch heb ik hem helemaal opgemaakt omdat ik hem gewoon zo fijn vond. Dit was echt een van de fijnste lip scrubs die ik ooit heb gebruikt. Die ik nu gebruik is van I Heart Revolution. De Chocolate Lip Scrub. En deze ruikt een stuk beter. Deze ruikt naar chocola. Obviously, want het is de chocolade lip scrub. En ik merk toch dat ik dat echt een stuk prettiger vind. Dus deze zou ik niet meer opnieuw kopen. Ondanks dat ik hem wel heel fijn vind. Maar gelukkig heb je hem echt in een hele geuren, dus ik zou gewoon lekker een ander geurtje nemen. Maar goed, ik heb hem dus wel echt helemaal opgemaakt. Het volgende is deze spray. Dit is mijn MAC Fix Plus. En als je mij al volgt, weet je dat ik deze MAC Fix Plus echt super vaak gebruik. Ik heb ook al hier alweer een andere en die is ook alweer bijna leeg. Ik vind deze heel fijn, omdat hij mijn gezicht heel goed hydrateert. Ik gebruik hem altijd in het midden van mijn make-up. Als ik mijn basis en mijn poeders heb aangebracht, dan ga ik in met MAC Fix Plus. En ik zweer het, alles smelt helemaal in elkaar in. Dus als jij het probleem heb dat jouw gezicht altijd een beetje dikker eruit ziet, een beetje poederig, cakey, etc. Gebruik zo'n soort fixing spray die gewoon echt super nat is. Want je gaat zien dat het al je make-up mooi in elkaar laat smelten. En het is gewoon echt een super fijn product. Dus deze is helemaal op en ik heb daar alweer een nieuwe. Het volgende is skincare. Dit is mijn Revox Skin Therapy Oil. Ook deze heb ik gehad ooit, volgens mij in een PR-pakketje, but I'm not sure anymore. Dit is een lichaamsolie die onder andere zou moeten helpen bij het verminderen van je strié. Ook zou het je lid moeten verminderen en allemaal dat soort grote claims. Het doet letterlijk helemaal niks. Ik heb hem dus helemaal opgemaakt. Ik heb mijn lichaam hier continu mee ingesmeerd, want ik heb strié op mijn benen. Ook heb ik het hier een beetje bij mijn armen. Dus ik heb hem gewoon elke dag gebruikt. Ik heb hem helemaal opgemaakt, maar ik zie eigenlijk helemaal geen verschil. Voor mij was dit gewoon een normale olie die gewoon je droge huid wat meer vettig maakt. Dus dat vond ik wel fijn. Maar het doet helemaal niks voor strié of whatever je ook hebt op je huid. Ik was er al een beetje sceptisch over vanaf het begin. Ik had al het gevoel, dit gaat vast niet doen wat er allemaal staat. En dat was ook helaas het geval. Dus deze ga ik niet meer opnieuw kopen. Dan heb ik hier 3 concealers die ik heb opgemaakt. Ik heb de Milani Conceal Plus Perfect Concealer. Ik heb de NYX Can't Stop Won't Stop Concealer. En ik heb de Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Alle 3 super, super fijne concealers. Echt, I love them. Daarom heb ik ze ook opgemaakt, obvious. De Catrice Liquid Concealer gebruik ik echt al 5 jaar of zo. Letterlijk vanaf het begin van mijn kanaal. Als je helemaal teruggaat naar mijn eerste video, zie je dat ik deze concealer al gebruik. Super betaalbaar en een volledige dekking. Dan heb ik hier de NYX Can't Stop Won't Stop Concealer. Dit is echt de ideale everyday concealer. Heeft een medium tot volledige dekking en droogt een beetje naturel op. Deze vond ik ook echt heel erg fijn. En ik heb hier de Milani Conceal & Perfect Concealer. Dit is een hele mooie glanzende concealer. Met
met ook een medium dekking. En dit was echt een van mijn beste glanzende concealers ever. Ik vind meestal glanzende concealers niet zo fijn, omdat die altijd heel veel gaan creasen en zo. Maar dat doet deze helemaal niet. Dus vooral als je hier een hele droge huid hebt, dan ga je deze concealer echt heel erg fijn vinden. Dus alle drie raad ik ze aan. Ik vind ze echt heel erg fijn. Dan heb ik hier ook nog wat wenkbrauwproducten. Ik heb de NYX Micro Brow Pencil in de kleur 06 Black. En de Urban Decay Brow Beater Eye Pencil in de kleur Dark Drapes. Allebei twee hele dunne wenkbrauwpotloodjes. Deze van NYX Cosmetics heb ik no joke echt al volgens mij 20 keer opnieuw gekocht. Deze gebruik ik letterlijk elke dag. Heb ik vandaag ook gebruikt. Dit is gewoon de fijnste wenkbrauwpotlood ever naar mijn mening. En hij is ook lekker betaalbaar. Ik vind hem echt heel erg fijn. Dus deze haal ik letterlijk elke keer opnieuw als hij op is. En in PR had ik deze van Urban Decay gehad. Ook deze is echt heel erg fijn. Lijkt op die van NYX. Alleen kost een stukje meer. Zou ik hem opnieuw halen? Nee, omdat ik vind hem even goed als die van NYX. En die van NYX kost minder. Maar het was wel echt gewoon een heel goed product. En hij blijft ook heel goed zitten. Hij bleef iets beter zitten dan deze van NYX Cosmetics. Dan ga ik verder met een eyeliner. Dit is de Messauda Milano Eyes on Fleek Eyeliner Pen. Dit is ook weer, no joke, de fijnste eyeliner pen ever. Vooral voor de prijs. Hij is niet al te duur. Hij is zo ontzettend fijn. De punt is lekker flexibel en ook heel erg puntig. Heel erg scherp, zeg maar. Dus je kunt echt zo'n prachtige wing maken. Bijna bij elke make-up look breng ik wel een winged eyeliner aan. En zo'n pen is echt super makkelijk. Ook als je een beginner bent, zoiets is echt veel makkelijker dan een liquid eyeliner. En hij is gewoon fantastisch. Hij is super zwart. Hij is mat. Hij is lekker flexibel. En hij droogt niet uit. Want ik heb er best wel lang mee gedaan. Deze zou ik echt zeker ook gewoon zelf aanschaffen. Ik vind hem echt super, super fijn. En dan als laatste heb ik hier skincare. Dit is de Clarins Tonic Bed and Shower Concentrate. Dit is dus een product voor in de douche om je lichaam mee te wassen. Deze heb ik ook helemaal opgemaakt zoals je kunt zien. En hij is amazing als je een droge huid hebt. Ik heb een droge huid. Ik heb heel vaak met doucheproducten dat ze mijn huid een beetje uitdrogen. En dat doet deze echt helemaal niet. Hij kost wel wat, maar ik vind hem echt de prijs waard. En met name echt als je een droge huid hebt. Dit gaat echt je leven veranderen. Mijn huid werd helemaal gehydrateerd. Ik kwam niet helemaal zo uitgedroogd uit de douche, wat ik wel heel vaak heb met andere producten. Dus deze vond ik echt, ondanks de hoge prijs, ik vind hem echt super, super fijn. Hij gaat ook echt best wel lang mee. Je krijgt 200 milliliter en je hebt niet veel product nodig. Dus ik vind hem echt amazing. Dus vooral voor iedereen met een droge huid raad ik hem echt aan. Nou jongens, dit was het dan. Dit zijn de producten die ik de afgelopen tijd helemaal heb opgemaakt. Obviously vond ik het meeste gewoon goed. Maar er zaten ook een aantal producten bij waarvan ik echt denk, nee, dit ga ik niet meer opnieuw kopen. Laat me weten wat je van dit soort video's vindt. En of je nog zo'n video wilt zien. Want dan ga ik weer alles een beetje opsparen. En dan ga ik weer zo snel als kan weer zo'n video maken. Let me know beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video en het leuk vonden. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!